Wat leuk dat je kijkt naar de uitzending van de Nationale Voorleesdagen. Helemaal anders dit jaar. Mijn naam is Nathalie Lemmen. Ik ben Gabien Hitsert. En samen werken we bij de Bibliotheek aan Zet. En Gabien, een beetje anders hè? Een beetje anders. Let maar op, want we gaan hele leuke dingen doen. Hier zijn we dan in de bibliotheek bij de kast van de prentenboeken. Maar dan... Maar dan? Ja. Nou, dan gaat er een wereld voor je open, want er zijn zoveel leuke prentenboeken. Je kan ze zien als je in de bibliotheek bent. Zoek naar AK of vraag het aan de bibliotheekmedewerker. En die wijst je de weg naar het paradijs van de prentenboeken. Zoveel mooie prentenboeken, maar hoe maak je dan de juiste keuze? En dat is zo leuk. Er is geen juiste keuze, alleen je eigen keuze. Dus laat je eens leiden door je kinderen. Want wie weet, wat pakken ze eruit? Wellicht pakken ze wel Houd die Dief. Of een heel ander boek. Tijger. Dan heb je een hele tas vol boeken. En wellicht heb je een aantal van deze meegenomen. Maar dan wil je gaan voorlezen. En dan is er natuurlijk niks leuk als heel goed kijken naar een boek. Want heb je deze al gezien? Reuze grote dierenportretten. Het is al een plaatje gewoon om naar te kijken en dan moet het nog beginnen. Het is altijd goed om even te benoemen wie heeft het boek geschreven en wie heeft de tekeningen gemaakt. Je zou misschien denken, nou dat kan ik ook wel overslaan, maar toch is daarin de kracht van de herhaling super belangrijk. Want uiteindelijk gaat dat bij kinderen ook een plekje krijgen. Een van mijn favorieten is Stop Monsters van Mark Jansen. Vind je het geen plaatje? Het is een plaatje, een prentje. Echt een prentenboek. En het mooie aan dit boek is, nauwelijks tekst. En dan zou je misschien kunnen denken, ja, hoe lees ik dat dan voor? Dan is het echt een aanrader om uitgebreid keer op keer samen met je kind te kijken van wat gebeurt er nou? Is ook een vorm van voorlezen. Leesplezier, leesbeleving zit dan allemaal zo in het boek. Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat natuurlijk het prentenboek van het jaar centraal, Coco kan het. En behalve Coco kan het hebben we ook nog een prentenboeken top 10 samengesteld. Voorlezen is iets wat je altijd kan doen. Maar Gabien, lees jij nog voor? Ik lees zeker voor. Ja? Met heel veel plezier. En aan wie lees jij dan bijvoorbeeld voor? Nu lees ik voor aan mijn buurkinderen en ik heb natuurlijk jaren voorgelezen aan mijn eigen. Nou, dat herken ik, want dat doe ik ook. Alleen mijn kinderen zijn ook al ietsje ouder, maar zelfs mijn 13-jarige dochter lees ik nog steeds voor. Geen prentenboeken meer, maar ik vind het fantastisch om boeken voor te lezen uit haar belevingswereld. Want ik denk dat dat iets is van voorlezen wat het zo belangrijk maakt dat je aansluit bij de belevingswereld van, nou ja, je kind of wie je dan ook eigenlijk voorleest. Dat ben ik heel erg met je eens, dat je daarin meegaat met waar is je kind mee bezig. En er zijn zoveel prentenboeken dat er altijd wel iets te vinden is waar ze op aangaan. Ja, nou dat hè, waar ze op aangaan, want het geeft ook input voor een gesprek. Want je kan natuurlijk een boek één keer voorlezen, maar het liefst hebben kinderen dat je het natuurlijk blijft voorlezen. En soms denk je misschien, hè, dat verhaal nog een keer, maar probeer dan ook eens over het verhaal te praten. Dus niet alleen voor te lezen wat erin staat, maar ook over de prenten. Het leukste is als je het zo vaak hebt voorgelezen dat het op een gegeven moment omdraait en je kind, die het nog helemaal niet kan lezen, het boek aan jou gaat voorlezen. En daarmee zie je ook dat het stukje woordenschat, hè, wat dan toch wel even om de hoek komt kijken, enorm is toegenomen met zoiets simpels en zoiets plezierigs als een prentenboek. Ja, en ik vind het ook wel leuk om te zeggen dat voorlezen hoeft niet altijd te zijn met een prentenboek zoals dit, maar bijvoorbeeld een zoekboek. Is ook een prentenboek om voor te lezen. Maar een zoekboek, vertel even. Want ben ik dan mijn boek kwijt? Zoekplaatjes. Ah. Zoekwally. Zo'n wirwar van tekeningetjes. En daar zoeken we dan het of een gele ballon. Of bij Wally, in het geval van Wally. Ja. Wally met het rood gestreepte shirt. Maar dan hoef je ook niet het hele boek door te gaan. Dus je kan ervoor kiezen, hè, om dan één gedeelte van het boek en dat helemaal even uit te pluizen met een opdrachtje of gewoon samen even te kijken. Zoveel te doen met gewoon een boek. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. In het geval van Coco kan iedereen bijvoorbeeld ook op zoek gaan naar de kleine kevertjes. Ja, die verstopt zitten in het boek, hè? Precies. Maar daar gaan we zo even over hebben. Want hierna gaan jullie een stukje zien van Loes Riphagen. Hoe zij eigenlijk het prentenboek Coco kan het heeft gemaakt. Ben heel benieuwd. Ik ook. Heel leuk dat ik...
hier kan zijn. En dat ik hoop dat ik jullie kan inspireren. Ik heb een presentatie gemaakt waarin ik vooral vertel hoe ik Koken Kan Het gemaakt heb en hoe ik boeken maak. En nou, daar ga ik mee beginnen. Hier zie je mijn atelier. Hier maak ik alle mooie boeken die ik maak. Ik heb een heleboel kleuren ecoline. Die zie je allemaal hier staan, achter. Ik heb eigenlijk alle kleuren die er zijn. En ik verf ook heel graag met gouache. Ik heb ook heel veel tubetjes, maar dit is mijn palet, mijn verfdoos. En kleurpotloden gebruik ik vaak. En ja, heel gemengde techniek. Eigenlijk bepaal ik elke keer voordat ik een boek maak, dan ga ik nadenken van welke techniek vind ik nou het allerbeste bij dit boek passen. En, maar ook, weet je, het kost best wel veel tijd om een prentenboek te maken. Meestal ben ik daar wel een half jaar minimaal mee bezig. Dus het moet ook een techniek zijn die ik heel leuk vind om op dat moment te doen. Dus ik moet er ook heel veel zin in hebben om op die manier te werken. Nou, hier zie je mijn atelier. Ik spaar puntenslijpsel. Het zit hier in de potten. Vroeger deed ik dat niet. En dan sleep ik mijn punten. En dan was het één grote zooi op mijn werktafel. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is zo irritant. Want dat geeft allemaal vlekken en is heel onhandig. En toen heb ik het opgevangen in een pot. En toen zag dat er zo leuk uit. En het was zoveel per boek dat ik dacht van, dit is grappig. Ik plak er een etiket op. En nu heb ik een puntenslijpselverzameling. Dus per boek een pot. En ik spaar ook potloodpunten. Nu is het niet meer zo erg als mijn punt breekt. Want dan heb ik een toevoeging voor mijn verzameling. En dan is het eigenlijk alleen maar leuk. Dus hier maak ik dus al die boeken. Hier zie je meer van mijn boeken. De onderaan staan een beetje mijn oudere werk. En op een gegeven moment heb ik een jaar de tijd genomen om nieuwe technieken te leren. En ben ik ook digitaal gaan werken. En dat is eigenlijk vanaf bij de neus genomen is dat ontstaan. Ik vind het wel heel belangrijk om nog steeds heel veel met de hand te doen. Want ik vind het heel erg leuk om te doen. En het is ook heel, vind ik zelf heel mooi als je nog de ambacht en het handwerk in mijn tekeningen ziet. Maar vroeger had ik de kleuren niet in de hand, omdat ik alles met de hand deed. En dan leverde ik mijn originele in bij de uitgever. En dan kreeg ik soms hele lelijke kleuren terug. En dan, dat is echt slik en dat was niet leuk. Dus sindsdien wil ik dat beter in de hand hebben en ook nog kleuren kunnen aanpassen als ik een drukproef krijg. En ja, nu heb ik alle regie. Hier zie je natuurlijk Koko Kan Het, mijn grote trots. Dit boek maakte ik voor mijn eigen dochter Coco. Zij is nu 3. En zij is dus de doelgroep van het boek. En ook voor de voorleesdagen. En het is natuurlijk extra speciaal dat juist met dit boek dit gebeurt. Dus daar ben ik wel heel trots op. En mijn nieuwe boek, die zie je hiernaast staan, Kom Mee Kees. Die is bijna in de winkel. 17 februari komt hij uit. En dan kan je hem in de winkel kopen. En die is ook heel mooi. Straks ga ik daar nog iets van verklappen. Maar ik zal jullie eerst vertellen hoe ik die boeken maak. Heel veel kinderen die denken dat ik in één dag een prentenboek kan maken. En dat is natuurlijk niet waar. Want ik moet heel veel oefenen. Ik kan gewoon niet alles in één keer tekenen. Ik moet daarvoor heel, heel veel oefentekenen, noem ik dat. Schetsen. En ik heb voor elk boek heb ik een schetsboek waar ik heel veel in schets. En het belangrijkste zijn voor mij de hoofdpersonen. Die zijn heel belangrijk, want die staan op elke spread meestal. En je moet daar heel veel kanten mee op kunnen. Die hoofdpersonen moeten helemaal kloppen. Ze moeten precies eruit zien zoals ze zijn, qua karakter en hoe ze zich gedragen. Maar ze moeten ook... ik moet ze ook meestal in heel verschillende soort houdingen tekenen. En ja, dat moet allemaal kunnen. Dus ze moeten helemaal kloppen. Dus daar besteed ik eigenlijk de meeste tijd aan. En hier zie je ook nog een paar schetsen van andere boeken. Dit was voor bij de neus genomen. En hier zie je allemaal kleine oefenschetsjes voor Kom Mee Kees. Mijn nieuwste boek dus.
En ik maak gewoon allemaal krabbeltjes. Dus hier gaat het verhaal en de tekeningen gaan eigenlijk een beetje door elkaar heen als ik begin aan een boek. En ik ga gewoon allemaal krabbeltjes maken. Ik denk, oh ja, zo, dit had ik in mijn hoofd en dan teken ik het. En eerder dacht ik nog van, hey, het gaat om een muis. Dus het boek, de hoofdpersoon is een muizen. Een vadermuis en een kindermuis. Maar ik was toen al iets verder. Toen dacht ik, ja, ik vind dat toch minder origineel. Er zijn heel veel boeken over muizen. Natuurlijk ook heel veel boeken over kikkers. Maar ik vond een kikker net iets... Ja, die paste net iets beter bij mijn verhaal. En ik had ook bedacht dat het me heel leuk leek om het kikkerhuis om half onder water te tekenen. Want ja, hoe leeft een kikker? Wat vindt een kikker fijn? Die zit natuurlijk in een natte, slijmerig huis en koud en... dat leek me leuk dat ze altijd met de voeten in het water waren. Dus dat paste gewoon goed daarbij. Dus dat zijn dan allemaal kleine krabbeltjes. Dan ga ik iets verder en dan ga ik al een beetje in kleur schetsen erbij. En dan ga je al een beetje fine-tunen van... Oh, ik moet die pootjes, hoe zien die pootjes er dan uit? En moeten ze wel of niet kleren aan? En toen dacht ik, ja, het is een beetje gek, want er zit ook een onderwaterplaat in het boek... En kunnen ze dan wel kleren aan hebben? Want het is raar, als je gaat zwemmen doe je niet je kleren aan. Dus toen dacht ik eerst, oh, misschien moet hij dan alleen een zwembroekje aan hebben. Maar ja, dat vond ik ook weer, dan werd het misschien te veel kikker van Max Veldhuis. En toen dacht ik, weet je, ik doe ze toch gewoon kleren aan. En uiteindelijk hebben ze onder water ook kleren aan. Dat is eigenlijk helemaal niet gek. Maar ik heb er in ieder geval over nagedacht. Dat vind ik altijd belangrijk, dat alles klopt. Dan, dat is dus stap 1. Ik ga de karakters ontwerpen. Dit zijn eigenlijk de eind... dit waren de eindkarakters toen. En hier zie je nog dat ze geknipt zijn uit een stukje papier. Dat heb ik bij Coco Kan het ook gedaan. De hoofdpersonen zijn geknipt uit stukjes papier. Hier zie je zijn hoofd en de poten die zijn papier. En ik heb zijn lijf of de kleren eroverheen getekend. En ja, dan staan die karakters en dan kan ik verder. En het eerste wat ik dan doe, is de cover. Want een uitgever wil als eerste een cover hebben. Omdat ze aan de hand van die cover illustratie gaan ze mijn boek aanbieden aan de boekhandel en de bibliotheek. En ja, dat is eigenlijk... Het boek wordt verkocht aan de hand van een cover en soms één spread binnenwerk. En een beetje een tekst over waar het verhaal over gaat. Maar dan is het nog allemaal helemaal niet af. Maar die cover moet in ieder geval als eerste... getekend worden. En dan ga ik daar dus mee verder. Dan maak ik schetsen voor de cover. Hier dacht ik eerst nog dat Coco Kan Het een verhaal zou zijn over een papa, een mama en een kindje. Maar toen ging het verhaal veel te veel over de relatie tussen de ouders. En die vader die vond het allemaal heel eng dat Coco moest gaan vliegen en die vond het vooral heel spannend en die zag alle gevaren. En moeder die was wel van, nou je kan het wel en komt wel goed. En toen ging het niet meer over het kind. Dus uiteindelijk dacht ik, nee, dat is niet, het moet over dat kind gaan. Dus toen heb ik vader eruit gevlogen. En toen ging het verhaal alleen nog over Coco en haar moeder. Hier zie je ook nog schetsen voor de cover van Kom mee Kees. En dit is eigenlijk hoe de cover uiteindelijk... geworden is, maar ik heb hem wel gespiegeld. Dus ik heb kijk, zie je de kikkers links, naar links lopen. En dat is, dat was het plaatje wat ik in mijn hoofd had. Alleen, toen dacht ik, ja, nu lopen ze terug. En het is voor een boek, als je het openslaat, is het heel fijn als de beweging naar rechts gaat. Want dan ga je de richting van, ik sla het boek open, dan is dat goed dat de beweging naar rechts gaat. Dus ik heb deze uiteindelijk gespiegeld. En dan, als ik die schets heb staan, dan ga ik de tekening maken in kleur. In de techniek. Dan ga ik oefenen in technieken. En wat ik net zei, dan ga ik kijken van waar heb ik het meest zin om te maken. Maar ook vooral, wat past er het allerbeste bij dit boek? En hier zie je dus wat kleurenproeven en die techniek. Uiteindelijk is het dit geworden. Gouache met potlood en ecoline. En dan uiteindelijk op de computer of op de iPad eroverheen getekend. En dit is de cover hoe die is. Dit boek gaat eigenlijk over de kleine dingetjes die je per toeval tegen kunt komen. Als je maar om je heen kijkt. Ze zijn gratis. Iedereen kan ze tegenkomen. Maar je moet er oog voor hebben. En kinderen hebben dat meestal. Die vallen hele kleine dingen vallen hen op. En dat merk ik ook aan mijn eigen dochter. En zelf vind ik dat ook altijd heel leuk om te ontdekken.
En daarom vind ik het heel leuk om kleine grapjes in de achtergronden te verstoppen. En ja, om dat aan te spreken. Hier zie je op elke pagina zit een klavertje 4 verstopt. En dit is een pleurmupper uit mijn allereerste boek. Maar ja, ik weet niet of iemand dat ooit gaat zien. Maar nu weten jullie het in ieder geval. Nou ja, zo heb ik heel veel dingetjes erin verstopt. Als ik die cover dus af is, die is helemaal klaar, dan ga ik verder met het binnenwerk. En dit is een storyboard, dus een A4 printvelletje. En daar teken ik kleine vakjes op, dat zijn dan de bladzijden in het boek. Ik zit altijd vast aan een bepaald aantal pagina's. Dus ik kan niet zomaar zeggen van ik doe er eentje bij of één af. Dus dat is best altijd wel ik kan er wel één bij doen, maar dan moeten er meteen 4 spreads bij, dus 8 bladzijden. En ja, dus ik moet echt, het is echt een puzzeltje om dat verhaal goed te vertellen. En hier kijk ik dan altijd van, oh, deze pagina kan eruit, of die moet er omgedraaid. En zo kan ik al helemaal zien of het verhaal loopt, of er iets mist, of het werkt. En dan pak ik één zo'n storyboard plaatje eruit en die ga ik dan groter schetsen en uitwerken en schetsen, 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 oefenen, oefenen, oefenen. En dit is bijvoorbeeld een eindschets van Kom mee Kees. Dan ga ik je straks de eindtekening van laten zien. Dit is helemaal dan zwart-wit. Dat geef ik al een beetje de schaduw aan en de diepte. Maar uiteindelijk wordt het toch wel anders. Maar dit is wel mijn eindschets die ik één op één op mijn lichtbak leg. Dus die print ik uit op werkelijk formaat. En dan ga ik daar overheen tekenen. En zo gaat dat. Hier zie je de eindschets van nog een studie voor de cover van Coco Can It. Zo had ik hem eerst. En dit was dus eerst voor het eerst dat ik hem in kleur zag. En toen dacht ik wel van, hey, Coco die lijkt hier ook nog wel een wat oudere vogel. Het zou ook een wat groter kind kunnen zijn. En het ging me echt om een klein kind. Dus toen, kijk, zo is die uiteindelijk geworden. Dus ik heb het lijfje wat ronder gemaakt. En het snaveltje iets minder puntig. Waardoor het echt een jonger vogeltje werd. En het verschil dat je ook ziet is dat ik Coco omhoog heb geplaatst op de tekening. En de tekst, de titel juist eronder. En dat is omdat ik bij deze dacht van ja, hier lijkt het gevaar groter. De sprong is hoger. En dit is dus eigenlijk beter voor het verhaal. En dit is een betere cover. Zo heb ik dat. Dat zijn allemaal keuzes waar ik dan speel. En om dit boek heb ik ook weer heel veel kleine grapjes verstopt in de achtergrond. Dat staat verder nergens, dus dat moet je ook zelf ontdekken. Maar ik zeg het toch even tegen jullie, want jullie gaan natuurlijk veel voorlezen. En misschien is het wel leuk om daar eens op te letten, want er zijn ook allemaal kevertjes en beestjes die hun eigen kleine verhaaltjes hebben in de achtergrond. En bijvoorbeeld de rups, die zit op iedere pagina. Iedere spread. Dus die kun je zoeken. Ik vind het wel leuk altijd als je het gaat voorlezen om eerst bijvoorbeeld met de kinderen een beetje te overleggen van, goh, waar denken jullie, hè? Wat zie je eigenlijk op de voorkant? En waar denk je dat dit boek over gaat? Wat doet Coco? Zie je ook die kleine beestjes? En daar kun je dus met de kinderen over praten voordat je het boek leest. Nou, ik ga het gewoon lezen. Vandaag is een grote dag, zegt mama. Kijk, alle kleine vogels gaan voor het eerst vliegen. Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog? Ze drukt haar vleugels plat op haar rug en trippelt snel terug naar het nest. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld moeder snuitkever. Die heeft 2 kleine baby's en die krijgt er elke keer eentje bij. Nee, mama, ik kan het echt niet! Piept Coco. Ik weet zeker dat je het wel kunt, lieve schat. Huppakee! Goed flappen met die vleugels! Ah! Moet je het boek zo doen? Mama! Flap, 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 flap. Lieve Coco, fluistert mama. Nu zijn je vleugels moe. Maar wat kun jij goed vliegen? Ga maar lekker slapen. Morgen is er weer een dag. Nou, dat is Coco Can It. Ik had het boek al bedacht. En meestal komt dan later de laatste tekst. Maar ik had het boek al voor haar gemaakt. En toen zat ik zo van, ja,
ik moet een leuke naam voor die vogel. En ik vind Coco best wel ook een leuke vogelnaam. En toen hadden we eerst nog, oh, dan doen we K.O., K.O. Maar toen dacht ik, ja, ik ga niet Coco met een K doen, terwijl mijn eigen kind Coco met een C heet. Dus toen hebben we toch Coco gedaan. Ik vond het wel heel goed passen. Ik heb op een boerderij ben ik opgegroeid. Mijn vader is boer en ik heb altijd heel veel dieren om me heen gehad. En we hadden heel vaak vogeltjes die uit het nest van het dak. We zaten een keer buiten te eten en toen viel er echt een babyvogel op mijn hoofd. En dat is ook wel een klein beetje de inspiratie voor dit boek. Moeders doen dat. Die gooien hun kinderen uit, die schoppen ze eruit. En als je het nou leuk vindt om, nadat je het boek hebt gelezen, om daar nog meer mee te doen met de kinderen, dan heb ik een, dan kun je naar mijn website gaan. Dat is loeseripage.nl. Ik kan het even doen met jullie. En dan heb ik hierbovenaan heb ik een knutselpagina gemaakt. Dus als je daarop klikt, dan ga je naar een pagina waar ik heel veel leuke ideeën op heb gezet. Van wat je dus nog met mijn boek kunt doen. Er staat een knutselplaat op. Daar kun je op, dubbel op klikken en dan kun je hem printen. En hier kun je dus de kinderen zelf Coco laten inkleuren. Of een vriendje van Coco. Dat kunnen ze natuurlijk zelf verzinnen. En ja, zoals ik al vertelde, heb ik al die dieren heb ik Coco geknipt en geplakt uit stukjes papier. Dus een ovaal en zijn ogen zijn rondjes. De snavel is een driehoek. En dat kun je dus allemaal zelf, net als ik, dan in elkaar knippen en plakken. En als je hem dan aan een touwtje hangt, dan heb je een leuke vogel. Voor jongere kinderen kun je ook een kleurplaat uitprinten. Dus ook weer dubbel klikken en dan kun je hem printen. En ik heb een paar filmpjes gemaakt hoe je je eigen Coco kunt knutselen. Eigenlijk de presentatie. Oh, ik heb nog één ding. Dat vond ik ook nog wel leuk om te laten zien. Want ik heb met mijn Coco ook nog iets geknutseld. Ik heb namelijk onderweg, ben ik met haar even naar buiten gegaan, hebben we wat veertjes gevonden en takjes. En hebben we met klei een nest gemaakt. En jonge kinderen die kunnen eigenlijk al best wel goed ook balletjes rollen van klei. En dan kun je dus ook eieren maken. En als je daar dan ook nog op zo'n ei een heel klein snaveltje plakt, kun je ook kokos maken. Je eigen nestje. Oh ja, en dit heb ik ook nog gemaakt. Een klein pomponnetje. Met wiebelogen. En dan kun je met een vork kun je heel makkelijk een pompoen maken. Pompon maken. Dat kun je ook doen. Een van de dingen die mij altijd verwondert is dat zoiets als de Nationale Voorleesdagen en het Prentenboek van het Jaar een inspiratie is voor heel veel mensen. Waaronder voor Alian en Elske. Zij hebben dus het prentenboek van het jaar, Coco kan het, gebruikt om een voorstelling te maken. Een drama, dans, zangvoorstelling. En dat hebben ze online nu in een workshop aangeboden. En nu zie je precies wat het allemaal inhoudt en vooral hoe je kan deelnemen. Hey, Coco! Hallo! Je bent er ook! Ja, ik ben er ook! En je handen op je hand! Precies wat Nathalie zojuist zei, de Nationale Voorleesdagen inspireren heel veel mensen tot hele leuke activiteiten. Zo hebben we ook Building Arts. Zij hebben een mooie voorstelling gemaakt over Coco kan het. En we gaan nu even kijken naar een trailer van de voorstelling. Hey, hallo en leuk dat je kijkt. Mijn naam is Marco van het Woud en ik ben van Building Arts. En speciaal voor de Nationale Voorleesdagen hebben wij Coco kan het gemaakt. Zoals je ziet, dit is Coco. En het is een voorstelling geworden van 30 minuten, speciaal een opdracht voor Bibliotheek AZ. Ik zou het geheimje alvast een beetje verklappen. Coco leert vliegen. Wij hebben er heel erg veel zin in en wij hopen jou snel in het theater en in de lokale bibliotheek te zien.
Tot snel. Doei. Hey, hallo. Ik zie je wel hoor. Leuk dat je kijkt. Hoi, wat leuk dat je naar me kijkt. Ik ben Coco. Wie ben jij? Wist je dat ik een vogel ben? Nee? Nou kijk, ik heb zwarte pootjes en zwarte veren. Oeps, daar valt er een. Oh, en ik heb een snavel, daar kan ik mee eten. Zie je? Oh, en hoe heet deze grote dingen ook weer? Oh ja, dat zijn mijn vleugels. Mama zegt dat het vandaag een grote dag is. Want alle kleine vogels gaan voor het eerst vliegen. En ik dus ook. Maar dat kan ik alleen nog niet. Ik vind het een beetje spannend. Want ik heb het nog nooit gedaan. Maar op een dag, dan kan ik het. Op een dag kan Coco vliegen. Even goed om te benoemen, we staan hier deze opnames te maken in een dichte bibliotheek. En normaal gesproken is deze ruimte gevuld met kinderen en zouden we bijvoorbeeld tijdens de Nationale Voorleesdagen een voorleesontbijt hebben. Nou, dat kan nu even niet, maar goed om te weten dat zodra onze deuren weer open gaan, dan zullen we ook die activiteiten weer allemaal laten zien. Waaronder de voorstellingen van Building Arts en de workshops van zingen en zo. Ik wil met jou nog heel even duiken in dat lidmaatschap. Want als ik het goed heb, is dat op dit moment gratis. Ja, dat klopt helemaal, Nathalie. De jeugd van 0 tot 18 is sowieso gratis lid bij de bibliotheek. Hartstikke belangrijk, want zoals we allemaal weten is vroeg beginnen met voorlezen een must voor de woordenschat van de jeugd. We hebben ook natuurlijk daarom de boekstartkoffertjes. Ja, wil je mij daar wat meer over vertellen? Ja, nou buiten het feit dat het natuurlijk gewoon een superleuk koffertje is, krijgen baby's die aangemeld worden door hun ouders het boekstartkoffertje gratis mee naar huis. Ja. En daar zitten allerlei tips in voor de ouders, voor de jonge ouders om te gaan voorlezen. En er zitten ook een boekje in. Twee zelfs, om vast te beginnen met voorlezen. En dan is er in de bibliotheek zelf natuurlijk altijd nog veel meer te vinden. Wat goed, dus gelijk al vanaf de geboorte kan je dus beginnen met voorlezen. Maar los van het lezen en het voorlezen kunnen wij niet wachten om de bibliotheek weer helemaal te laten bruisen met activiteiten. En hou dus ook zeker onze website in de gaten voor ons aanbod. Zo is het, Nathalie. Yay! Super bedankt voor het kijken allemaal. Nou, jullie zien, er is heel veel te zien online, maar ook straks in de bibliotheken heel veel te zien en te beleven. Word lid en haal mij op. En doe mee aan de voorstellingen en aan alle activiteiten. En daar weet Coco heel veel van. Dit wil je toch niet missen? Dus ik hoop dat we jullie weer snel kunnen ontvangen in onze bibliotheken. En wie weet tref je binnenkort wel iemand aan met een prachtig verhaal van Coco kan het.